is de wereld een pop-icoon kwijt. Voor de eerste keer wint de Nederlander de Ronde van Italië. And Democrats are going to be saying, what went wrong? De vakbonden vieren het als een grote overwinning. This is an historic moment. The United States of America has elected its first black president. De Soul Soundtrack van de week. Martin Koolhoven die maakte films als Het Schnitzelparadijs, Brimstone en Oorlogswinter. En hij heeft dus veel verstand van films maken, maar hij weet ook veel van oude soulmuziek. En daarom vraag ik hem elke week om een nummer te kiezen dat past bij iets dat deze week is gebeurd. Martin, goedenavond. Goedenavond. Gecondoleerd, hè? Ja, ja. John Lanting was heftig, maar Rita Franklin helemaal natuurlijk. Ja, ja, het was niet zo'n beste week, zullen we maar zeggen. Nee, inderdaad. Ja, nou ja, dus dat is inderdaad het nieuws van de week. En omdat de radio waarschijnlijk ook dolf is met allerlei nummers van haar, dat terecht trouwens, dan kies ik dan voor een cover. En dan Daydreaming van het Nederlandse Rowan Paradise van. Dat nummer kies ik omdat het een van de nummers is die ze zelf geschreven heeft. Mm-hmm. En ik had eigenlijk met alle liefde ook bijvoorbeeld Respect gekozen, haar cover van Otis Redding, om mensen eens opnieuw ernaar te laten luisteren. Ik lees nu her en der dat de Natural Woman in een soort feministisch daglicht wordt gezet. Maar als je dat lied luistert, dan valt die tekst, vind ik eigenlijk ook, ja, ook wel best wel rolbevestigend uit te leggen. Wat ik veel feministischer vond. Dat klinkt trouwens heel mensplenerig. Maar oké, dat ze het nummer pakte dat eigenlijk een beetje een naar bijsmaakje had. En de uitstraling heeft ze volledig veranderd. Respect geschreven, maar vooral gezongen door Otis Redding. Is toch ja, gewoon heel traditioneel. Weet je, als ik thuis kom na een dag hard werken, weet je, wil ik een beetje respect hebben, dat soort teksten. Maar Rita, die nam dus het nummer Made It Her Own. Veranderde niks aan de tekst en waardoor het ineens in die tijd gezongen een soort feministisch statement werd. Ja. Ik moet er altijd aan denken als ik, weet je, jaren later heb je dan in één keer aarskoes met liedjes zoals Tyrone van Erykah Badu of Ain't Nothing Going On But The Rent, weet je wel. Mm-hmm. Nummers die echt gewoon jaren later geschreven, dan hoor je, weet je, you gotta have a J-O-B if you wanna be with me, no romance with the without finance, weet je wel. Dan denk ik van, ja, luister even naar Rita. Your kiss is sweeter than honey, and guess what? So is my money. Weet je? Ja, dat bedoel ik. Dat, ja, godverdorie. Nou, maar we kiezen dus voor Daydreaming. Een nummer dat bij veel andere artiesten een absoluut hoogtepunt van de carrière zou hebben betekend. Maar bij Rita Frank toch een beetje naar de achtergrond is gedrongen. Maar dat zegt vooral iets over hoe idioot groot haar legacy eigenlijk is. Hè? Dat is, ze heeft zo'n achtelijk goede nummers. Dat is niet normaal. Maar vergis je niet, Daydreaming is een meesterwerk. Jarenlang is er gespeculeerd over wie het nummer zou gaan. Het nummer is van 1972, maar in 1999 bij Oprah op de bank geeft ze dan definitief toe. Het gaat over Dennis Edwards, de leadzanger van The Temptations. En omdat hij dus in februari dit jaar ook stierf, is Daydreaming al helemaal de juiste keuze vandaag. Ja. Nou, in de originele versie hoor je Donny Hathaway op het orgel, maar in de versie die wij gaan horen is dat dus Nico Bransen, die je vaker hebt gehoord dan je denkt, want die speelt ook op plaat van Kane, van Dick Hout, Ilse de Lange, Jan Akkerman, Marco Borsato. En weet ik veel wie allemaal verder. Er zijn zo'n studiomuzikant dat ook. Maar als de Nico zelf ligt, speelt hij gewoon lekker funk en soul. Net als de drummer die je hoort, dat is Martijn Bosman. Misschien wel de beste drummer van Nederland. Die drumt ook voor Guus Meeuwis, Lois Lane. En op een gegeven moment was hij ook vaste drummer van Kane. Maar ook hij heeft, zoals we dat noemen, de funk in zijn lijer. En de belangrijkste artistieke kracht voor Rowan Paradise Frank was Girl Krom. Een van de twee gezichten van de legendarische Haarlemse band Gotcha, waar Rowan Paradise Frank uit voortvloeide. Gotcha was een funk- en go-go band, een soort mengeling van conservatoriumgeschoolde street maar ook street smart muzikanten die in het begin jaren 90 zo'n indruk maakten dat zelfs George Clinton het opviel. En hij heeft een aantal nummers met ze opgenomen, staan ook op die platen. Ro Krom en Iwan van Amersfoort, Robert Up Roe en Rock Attack 10 waren de twee frontmannen en hun gemiedje was geweldig. Maar ja, zoals dat vaker in de muziek gaat, net op het moment dat ze internationaal door zouden gaan breken, kregen ze ruzie. En waar denk je, waarover? Vrouwen? Ja, natuurlijk. Ja. Over een meisje, dat was het niet, weet je wel. Nou, de ene die had het met een vriendin van de ander gedaan of zoiets, weet je wel. Dat liep zo hoog op dat in Frankrijk, in Clermont-Ferrand precies te zijn, op het podium, ten alleen nog maar zong, Ro is een asshole, Ro is een asshole. Oh. Toen heeft Ro toen in zijn rug getrapt en het publiek in. Weet je wel, dus dat was dus het einde van die band. En toen heeft Rodi een aantal van die lui heeft meegenomen en aangevuld met nog een andere lui. Dat is gewoon Paradise Funk geworden. Ik koop die ietsje, niet heel veel, maar ik koop ietsje meer richting pop en soul.
nam 2 platen op. Mijn succes bleef helaas uit. En ik werd in 1997 nog gevraagd om een videoclip te maken voor ze. Wat wel leuk was, want dan leer je ineens zo je helden kennen. Want ik was daarvoor altijd fan geweest van Gotcha en zo. Dus dat was heel grappig. Nou, dat nummer was Out of My Head. Maar dat werd ook geen hit. En er stonden trouwens ook veel betere nummers op die plaat. Onder andere dus deze cover van Daydreaming, vind ik. Nou ja, na de breuk in Frankrijk kwam Gotcha weer bij elkaar. Zonder de deserteurs. Maar dat werd nooit meer zo magisch als de eerste 2 platen. En met steeds wisselende bezetting. Maar altijd zonder ook kom. Stierf de band langzame dood, totdat een paar jaar geleden ze weer allemaal bij elkaar zaten. Zeiden, jongens, laten we weer samen gaan spelen. Zouden ze gaan optreden in Haarlem, weet je wel, waar ze vandaan kwamen. Maar de dag daarna trok Roos zich alweer weer terug. Zo gaat dat dan. De rest die heeft nog getwijfeld, maar uiteindelijk zijn ze met ongeveer iedereen die ooit in die band heeft gezeten, zijn ze toch, behalve dus Roos, zijn ze dus op gaan treden. Ik ben daar geweest, stond ik geloof ik een man of 25 of 30 op het podium. Dat was hartstikke leuk. Maar ja, ik miste Roe dus wel. Mm-hmm. Nou, Ewan die heeft de afgelopen 20 jaar van alles gedaan. Onder andere getoerd met Parliament Funkadelic. En is ondertussen als E110 weer lekker bezig. Ik heb wat dingetjes gehoord aan een nieuw album. Maar van Roe hebben we dus, ja, behalve dus drummen in Kraak en Smaak, eigenlijk niks meer gehoord sinds die tijd. Wat dus echt doodzonde is. Dus bij deze een oproep. Roe, neem gewoon een nieuwe plaat op. Lief met Ewan, maar desnoods solo. Maar anyway, we gaan dus Daydreaming luisteren. Een beetje om Ro weer aan de slag te krijgen. Maar vooral dus aan hommage, nou ja, aan Dennis Edwards. Maar helemaal vooral aan Aretha Franklin, de Queen of Soul. Dit is de Soul Soundtrack van deze week. Daydreaming when I'm thinking of you. 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 Go somewhere now where I don't care. She's the kind of girl that could give you everything, you trust your heart, share all of your love till death do us part. I wanna be what she wants when she wants it and whenever she needs it. Whenever she needs it. When she's lonesome and feeling lost out, I will be there to feed her. So what?